We lopen nu op weg naar het monument of beeld de Schreeuw. Ter herdenkenis van Theo van Gogh. Daar gaat Rob Jan Kelder voorlezen. En hoeveel jaar geleden was het, dacht je, Sebastian? Volgens mij 10 jaar geleden, maar ik weet niet zeker. 10 jaar geleden. Ik denk dat het daar misschien wel is. Ik zie daar mensen staan. En dus Robert Jan Kelder gaat daar voorlezen het boek van Slobodan Mitrik. De doodlopende weg. En ik heb zelf het boek gelezen. En ik denk, vrees dat er een kern van waarheid in zit. Met de betrokkenheid tussen de boven-onderwereld. Dat zeg maar hooggeplaatste politici, misschien zelfs burgemeesters, wisten van wat er aan het gebeuren was. En dat eigenlijk moedwillig hebben laten gebeuren. En ja, we hebben net Demmink gehad. Nou, die hebben we eigenlijk nog. Vorige week bij de manifestatie geweest. Dat Nederland, zeg maar, iemand die, nou, met een vrij duidelijke feitenbasis verdacht wordt van betrokkenheid bij kindermishandeling, kinderporno, de baas van justitie mag blijven zitten en nog een lintje krijgt van ons koningshuis. Dat zegt wat over het instituut Nederland. Weet je of je mag filmen nu hier of zo? Ik weet het ook even niet. Uitkijken. Hij loopt, ik zie Robert Jan Kelder al staan. Dankjewel. Nou, ik zie hier Pauwnet. Het zijn nog niet aangepraat omdat het te onbekend is. Maar ik denk dat ja, of we moeten aangepraat worden of er moet ook niet de zaken komen. Oké, en kunnen jullie niet aangifte bij politie doen? Daar gelooft Slobodan Mitrik niet meer in. Want hij is ook bezig met die Demmink-zaak, met die pedofiele ring, internationale organisatie van kindermoordenaars en verkrachters. Daar heeft hij 4 mensen aangegeven die daar verantwoordelijk voor waren, die zijn allemaal vermoord. Dus hij heeft geen vertrouwen meer in de Nederlandse rechtsstaat. En er moet eigenlijk, als je het aan mij vraagt, een soort project Nederlandse rechtsstaatherstel komen om de rechterlijke macht te zuiveren en het werkelijke onafhankelijk te maken. Want die worden gechanteerd volgens de cijfer door de maffia en de geheime diensten om die moorden te plegen. Ja, het zijn geen zoete krontjes wat ik hier uit moet delen. En het is niet mis als je dat zo ziet. En het moet gewoon, dit is dus dingen die hij zelf, alle frapperende is dat dit enkele dagen voor de moord op de Javastraat met rozen bezaaide, werd de uitverkorene, zoals hij noemt, de prins des doods, gehuldigd in het openbaar. Mensen gaven hem bankbiljetten. Wie? Nou, de prins des doods. Enkele dagen voordat hij hier om de hoek Theo van Gogh doodgeschoten heeft en geteeld. Toen werd hij in het publiek gehuldigd in aanwezigheid van politie en politici. Wie werd daar gehuldigd? De prins is dood, Mohammed Bouyeri. Hebben jullie daar beelden van? Nee, maar er zijn getuigen die dat gezien hebben. Die kunnen nu gaan getuigen. Dit is zoiets dat die week daarna bekend moet worden. Waarom komt het nu pas uit? Dat moet u niet aan mij vragen. Dat moet u aan de gevestigde orde vragen. Die willen natuurlijk niet dat bekend wordt. Nou, ik vind het een heel vreemd verhaal, maar u gaat voorlezen uit het boek. Het is een niet alleen vreemd, maar schokkend. Ja. En ongelooflijk. Maar dan moet je er foto's van hebben, want alles wat er zijn ook foto's. Er zijn ook foto's. Kijk, hier is een foto van het hoofdstuk in een tapijt gewikkeld lichaam. Dat is een, ik zie niks, hè? Nou ja, in een tapijt gewikkeld lichaam. Ja, maar ziet u iets op je kop? Nee, dat ziet er niet uit. Maar hier hebben. Er zijn een paar foto's. En, maar kunt u een foto laten zien dat het moment dat u zegt dat hij meer gehuldigd is? Nee, dat kan ik niet. Maar er zijn getuigen. Maar waar zijn die dan? Nou, die kunnen opgeroepen worden. Nou, belt u ze? Nou nee, dat gaat niet zo makkelijk. Want die mensen worden bedreigd. Het is een hele gevoelige zaak. Moet u niet kleineren. Dus. Nee, ik kleineer niet, maar ik vind het een vreemd verhaal dat de af in hem hoofd komt. Nou, het is vreemd dat hij niet bekend is. Ja. Onbemind, maar onbekend. Onbekend, maar ja. 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 Oké, u gaat nu iets voorlezen? Ik ga de boek kort inleiden. Persoonlijk denk ik als Demmink kan blijven zitten en de hand boven het hoofd gehouden wordt, ja, dan vind ik het niet vreemd dat zeg maar dat
dat duizend krachten rond Theo van Gogh gewoon hun werk kunnen blijven doen. Hallo. Deze kant. Die kant. Ja, is goed. U bent zichzelf aan het filmen? Ik ben mezelf aan het filmen. Wat bent u aan het doen dan? Ik bezoek Robert-Jan Kelder. Dat is de uitgever van diverse boeken van Slobodan Mitrik. U weet dat u uw camera nog steeds op u gericht heeft? Ja, ik twee camera's zelfs. Dus dit is een soort dubbel interview, dat vind ik leuk. Wordt er warm van twee camera's? Nou ja, het is goed dat er wat licht bij wat duisternis komt. En ik volg Robert-Jan Kelder al een tijd. Ik ben met hem mee geweest naar New York. Boeken rondom 9-11 True Finding. En het frappante wil dat gevestigde Egelon, Echelon, van blijft kan blijven zitten. Ik ben zo bekend met Demming, wat er allemaal gebeurd is. Zeker. En die heeft deze week afscheid genomen. Ja, maar is die vervolgd? Is er een onderzoek? Ja, het is ook niet bewezen, hè, dat er iets plaats heeft gevonden. Ja, nee, wat ik begreep is dat er waar je de gemiddelde mens als een beetje een veroordelingsbroek heeft, dat er zoveel feiten zijn en getuigenverklaringen, dat er in ieder geval een schijn is van, klassejustitie. Nou, ja. Maar u heeft het nu over Demming, maar we staan bij het monument van Theo van Gogh. Wat heeft het een met het andere te maken? Als je de boeken leest van Slobodan Mitrik, en ik heb ze niet allemaal gelezen, maar dan zie je een verstrengeling tussen de moord van Theo van Gogh, Gerrit-Jan Heijn, wellicht Pim Fortuyn, het Koningshuis, in ieder geval, en kindermishandeling, kinderporno. Je gooit alles op één hoop nu. Nou, ik niet. Ik dat lees, staat hè? In het boek. Ik lees ook. Ik neem waar. En ik hoor verhalen. En wat me opvalt is dat, ik kan het niet helemaal duiden, maar de feiten die ik zie, die tenderen naar wat daar gesteld wordt. En het wordt niet ontkracht door andere feiten. Dus die hypothesekracht neemt toe. Ja? Begrijpt u het zelf nog? Ik begrijp het wel. Jij? Nee, ik begrijp er niks van. Oké. Daar ben ik heel eerlijk in. Zullen we het over Theo van Gogh hebben? Waarom staat u hier? Nou, kijkt u nog prima. Even één keer in de camera? Ja, weet je wat? Ik doe deze even uit. Zo. Deze doe ik.